Did you already hear something about that job? No. But he would mail me this week about it. It's a nice place, isn't it? Yes, it is. Mandy's mad at Charlie because he's working a lot and doesn't spend much time with her. Well, I can imagine her feelings. But I also understand why he works a lot. It's because they have children. Papa! Mama! Waar zijn jullie? Did you hear that? It's nothing. Papa! Mama! Nolan, you can't ignore this. Honey, it's nothing. Over there. Hebben jullie mijn papa en mama gezien? Nee, maar we gaan ze vinden, goed? Waar zijn ze? Ze zullen vast naar je op zoek zijn. Maar ik heb een honger. Je mag bij ons eten, vind je dat goed? Zit ze lekker te spelen boven? Ja, ze voelt zich al helemaal thuis. Waar zijn jullie? We zijn bijna klaar. Maar ik heb zo honger. Ik zal opschieten, goed? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nolan en Jessica. De politie vraagt of mensen die het meisje vanmiddag in het bos of in de omgeving ervan gezien hebben, direct contact op te nemen met het landelijke noodnummer.